was de GameBoy-C. Vandaag doe ik weer een keertje Clash of Clans bouwen zal. De laatste tijd doe ik dat niet heel veel meer. Maar dat komt omdat er gewoon niet echt een update meer is. Er moet gewoon binnenkort weer een update komen. En ik denk dat dat ook niet heel lang gaat duren. Want de meeste mensen hebben ondertussen wel alles uitgebouwd. En die zijn nu gewoon een beetje bezig met muurtjes upgraden en troepen aan het upgraden. En meestal als het zover is, dan gaat Supercell, zeg maar, de makers, die gaan dan een nieuw level toevoegen. Namelijk bouwen zal level 7. Dat zit er denk ik wel binnenkort aan te komen. En dan kunnen we waarschijnlijk, moet ik even kijken bij verdedigingswerken, kunnen we iets nieuws maken. Namelijk de Mega Tesla. Het staat ook binnenkort. Maar het is altijd de vraag hoe lang het nou gaat duren. Maar daar gaat deze video niet over. Waar het wel over gaat is namelijk dat ik ga aanvallen zonder mijn gevechtsmachine. Want iedereen heeft natuurlijk wel zijn tijd dat hij zijn gevechtsmachine aan het upgraden is. En dat is gewoon ziek vervelend. Want dan kan je gewoon niet lekker aanvallen. Want zo'n gevechtsmachine is toch wel een beetje essentieel in je aanval. Maar vandaag ga ik dus gewoon laten zien dat het ook wel zonder gevechtsmachine kan. In ieder geval, ik hoop dat ik dat kan laten zien. Het zal wel echt fucked up zijn als ik nu bijna alles ga verliezen. Maar daar gaan we gewoon niet van uit. We gaan er vol goede moed in. En als jullie zin hebben in deze video, laat natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog achter. Zouden we 1000 likes kunnen halen? Zullen we awesome zijn. En abonneer ook als je dat natuurlijk nog niet hebt gedaan. Maar laten we maar gewoon lekker gaan aanvallen. En dan hoop ik dat ik gewoon 3 keer achter elkaar zou kunnen winnen. Dat zou heel bier zijn zonder gevechtsmachine. Het essentieelste is dat je, zeg maar, heel rustig omgaat met de troepen die je hebt. Want je hebt er niet heel veel. En met gevechtsmachine kan je die altijd nog op het eind neerzetten om iemands toren nog neer te halen. Maar dat zonder gevechtsmachine moet je gewoon iets rustiger aan doen. Ik ga hier eerst even wat gaten door de muren maken. Dan gaan we via deze kant. En dan wil ik eigenlijk zo meteen hier door de muur. En dan hebben we waarschijnlijk wel zijn hoofdgebouw. En dan is het gewoon zorgen dat we de 50% gaan halen. Dat is het belangrijkste. Als je die 50% eenmaal hebt, dan is het dikke prima. Dat bommetje zit daar goed. Dan zetten we hier nog even wat barbaren neer. En dan hebben we nu een gat door een muur. En dat is hartstikke mooi. Het enige probleem is dat we zijn troepen even dood moeten maken. Dus ik zet hier even wat barbaren neer om daar wat troepen neer te halen. En waar zou ik dan nog een bommetje neerzetten? Dan zet ik hier ook nog wel een bommetje. Ah, ik had gehoopt dat ze op zijn muren zouden gaan. Dat gebeurt helaas niet. Gaan we nu even troepen hier spammen. Ik moet nog wel wat meer procent halen. Dus ik verdeel het nog wel even. Ik zet hier nog wat barbaren neer. Dan heb ik bijna zijn hoofdgebouw. Nog net niet. En hij heeft ook nog een boomschut te leven. Dat is wel echt ziek irritant. Ik heb nog 10 barbaren en ik moet nog 50% halen. En nog zijn hoofdgebouw. Ik zet hier wel even wat neer. Dan hoop ik dat zijn hoofdgebouw nu kapot gaat. En dat ze niet naar die boogschutter gaan lopen. Ja, oké, nice. Ik heb zijn hoofdgebouw. Maar dan ga ik waarschijnlijk niet de 2 sterren halen. Dat is fucked up. Ik zet hier nog wel even wat neer. Dan kan ik daar in ieder geval wel nog wat gebouwen neerhalen. En dan gaat het uiteindelijk net niet lukken. Dan gaan ze op die boogschutter en dan wordt het helemaal niks meer. 40%, 1 ster. Oké, dit was dus een voorbeeld hoe het niet moet. Maar het is ook gewoon veel lastiger. En dat is ook gewoon het fucked up als je geen gevechtsmachine hebt. Want dan heb je gewoon 1 troep die je neer kan zetten. En dan zet je die barbaren daaromheen neer. Maar dat kan nu gewoon niet. Maar even checken. Misschien dat ik alsnog ga winnen. De kans is heel klein. Nee, dit ziet er niet al te best uit. Weet je wat? Ik ga ondertussen even mijn klokkentoren boosten. Want dan zijn mijn troepen weer gereed. Als die klaar is met aanvallen, kan ik meteen weer aanvallen. Dat is natuurlijk wel net zo handig. Weet je wat? Jullie zien me weer als die klaar is met aanvallen. Nou, het is dus wel duidelijk. Ik heb verloren. Daar ging ik ook al vanuit dat ik dit zou winnen. De kans was wel heel klein. Maar dit ziet er gelukkig wat beter uit. Hij is in ieder geval een van zijn vermorselaars aan het upgraden. Wat ik dan doe, is altijd aanvallen met alleen maar barbaren. Gewoon ziek veel barbaren spammen. Ik wil even 2 gaten door de muur hebben. Dan kan ik via verschillende kanten aanvallen. Zet ik hier ook wel barbaren neer. Ik denk dat hij hier bommen of springvallen heeft. Dat valt mee, dus dat scheelt dan weer iets. Maar ik ben wel bang dat hij hier allemaal grote bommen heeft staan. Dus daar moet ik wel een beetje voor uitkijken. Ik spam hier nog wel wat barbaren. Zetten we hier nog wat neer. Wat zal ik doen? Ja, ik blijf gewoon spammen. En dan hoop ik maar dat ze zo meteen in ieder geval zijn hoofdgebouw weten neer te krijgen. Mijn barbaren, ik zet hier nog wat neer. En dan, come on, bij zijn hoofdgebouw. Dit moet wel lukken. Als dit niet lukt, dan weet ik het ook niet. Come on, come on, come on. Ja, ze zitten nu bij zijn hoofdgebouw. Dit ziet er tot nu toe goed uit. Ik zet hier nog even wat barbaren neer. En zijn hoofdgebouw is nu kapot. Inderdaad, hoef ik nog maar een paar procent te halen. Nice. Heb ik in ieder geval de 50% gehaald. Dat is hartstikke mooi. Dan krijg ik nog ietsjes meer. Ah, die boogschutstory. Die had nog maar 1 hit nodig. Die was kapot. Maar die heb ik helaas net niet. Maar dit gaat ermee door. En nu heb ik gewoon gewonnen. Oké, nice. Het kan dus wel. Maar nu had ik wel een beetje mazzel dat mijn tegenstander, zeg maar, zijn vermorselaar aan het upgraden is. Dat is echt zoveel beter als dat gebeurt. Ik zie dat hij hier 1 vuurwerk aan het upgraden is. Weet je wat? Ik ga nu gewoon voor procent. Ik val dan aan met alleen maar babydraken. En dan probeer ik gewoon zoveel mogelijk procent te halen. En dan hoop ik dat mijn tegenstander 1 ster haalt.
Het is wel een beetje een gok, maar het is wel een gok die je kan nemen. Want met zonde van Morsula is het soms niet anders, weet je. Dan heb je bijna geen andere keus. Wat zal ik mijn volgende babydraak neerzetten? Ja, ik zorg natuurlijk voor dat ze allemaal een beetje geleidelijk worden ingezet. Niet dat ze elkaars boost wegnemen. Dat moet je echt niet hebben. Hier nog even een babydraak. Ik zit nu al op de 50%. Met babydraak haal je altijd wel 50-60% ongeveer. Dat werkt altijd supergoed. Ik zit hier trouwens al bijna op zijn hoofdgebouw. Zijn hoofdgebouw ga ik trouwens denk ik toch niet neerhalen. Maar ik kan hier nog even een babydraak neerzetten. Om die multimortier neer te halen. Zou ik nog iets neer kunnen halen? Die vermorselaar is ook neer. Ah shit. Nee, zijn hoofdgebouw dat gaat sowieso niet lukken. Dat is wel jammer. Had ik die vuurwerk nog neer? Ja, die haal ik ook nog neer. Volgens mij was deze vermorselaar, had ik ook wel redelijk wat HP vanaf. Kijk, procenten halen met babydraken is geen probleem. Het enige nadeel is dat je dan bijna nooit zijn hoofdgebouw neerkrijgt. En die vermorselaar gaat helaas net niet lukken. Maar 77% is veel. Als hij 1 ster heeft gehad, heb ik sowieso gewonnen. Maar er is het nog even wel voor afwachten. Heb ik gewonnen? Ah, shit. Nee, hij heeft 2 sterren. Ja, dat is dan de gok die je neemt. Maar ja, en dit keer pakt het niet goed uit. Het is wel een beetje fucked up. Maar dan gaan we weer op zoek naar nieuwe tegenstander. Jullie zien het zelf ook wel. Het is gewoon echt fucked up. Oh, hij heeft hier een reuzenkanon. Die is hier aan het upgraden. Dat is al een hartstikke groot voordeel. Dan zijn denk ik dit de troepen waar ik mee ga aanvallen. Of zal ik al... Nee, dit zijn de troepen. Dan zet ik hier eerst even 1 barbaar neer. Om dat daar neer te halen. Dan is hij daar kapot. Zet ik hier even 2 bommetjes neer. Zet ik hier nog even wat barbaren. Om zijn boogschutstoren af te leiden. Gebeurt helaas niet. Dan moet ik nu hier even een gat zien te krijgen door zijn muur. Dus ik zet er nog even een bommetje neer. Dat is daar. En dan zet ik hier nu even boogschutters neer. Om even daar wat verdedigingen neer te halen. Voordat ik de rest van mijn barbaren zeg maar in ga zetten. Oké, nice. Dan is die boogschutterstoren daar kapot. En dan zet ik nu wat barbaren neer. Om zijn vlammenwerpen af te leiden. En dan hebben we sowieso zijn hoofdgebouw. Dus dat is chill. Maar ik wil natuurlijk ook genoeg procent halen. En dat kan misschien nog wel een probleem zijn. Dus ik zet hier even een bommetje neer. En dan gaan we gewoon hier lekker procent halen. Dan spam ik hier even wat barbaren. Want dat zijn van die gebouwen die je zo neer hebt. Ondertussen zet ik hier even wat boogschutters neer. Om weer wat damage te doen op zijn hoofdgebouw. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. 27%. Shit. Die 2 barbaren moeten daar eigenlijk nog dood van hem. Dat zal wel even chill zijn. Hier nog even 1. Ik denk dat dit wel gaat lukken. Maar ik weet niet helemaal zeker. Waar zou ik de rest van mijn troepen neerzetten? Dit is wel een beetje een lastige keuze. Ik denk dat ik hier even wat troepen ga spammen. Oh shit. Ligt daar een reuzenbom. Er zijn er toch weer wat barbaren van mij doodgaan. Dit is wel een beetje fucked up. Ik zet hier wel even 1 boogschutter neer. Wat zou ik nog meer doen? Ik heb nog 4 barbaren. Ik moet nog een paar gebouwen neerhalen. Ik zet hier nog weer even 2 neer. Dan denk ik dat ik die daar neer kan halen. Of ja, net niet. Ah shit, dan zet ik wel even 1 boogschutter neer. En die hier, die laboratorium, gaat ook kapot. Dan moet ik denk ik... Oh shit. Nee, die boogschutter is net binnen bereik. Dit is wel een beetje behaald. Ik denk dat die met 1 boogschutter nu wel kapot gaat. Heb ik nog 2 barbaren en daarmee moet ik 1 gebouw neer zien te krijgen. Ja, waar kan dat gebeuren? Dit is echt fucked up, man. Daar lag een reuzenbom. Ik neem de gok. Ik ga wel hier aanvallen. Want volgens mij hadden die dubbele kanonnen al wat HP eraf. Dan hoop ik dat ze een paar hits kunnen doen. Ze hadden wel wat HP eraf, maar niet genoeg. Oh shit, dit is altijd zo balen. 48% en dan 1 ster. Dat is echt fucked up. En oh shit, als ik nog 1 gebouw had neergekregen, had ik gewoon gewonnen. Nou, let's go. Nieuwe tegenstander. Op deze manier ga ik altijd wel zo keihard omlaag qua trofee. Dat is echt fucked up. Maar je kan er echt moeilijk iets aan doen, zeg maar. Als jij... je gevechtsmachine aan het upgraden is. Het bent. Je moet zeg maar wel aanvallen. En dat is het fucked up. Hier even wat bewaren. Wil ik hier even een gat maken door een muur. Dan bewaar ik wel die andere 2 bommetjes. Ik zet nog wel even 1 bommetje neer. En daar lag een reuzenbom. Gelukkig zijn er niet te veel dood gegaan. Wat zal ik nog meer doen? Shit, dit is zo fucked up. Even zijn hoofdgebouw neermaaien. En dan gaan we daarna via de andere kant aanvallen. Dat bommetje moet daar dan wel alles kapot maken. Hier nog even wat bewaren. Kom op, maak even zijn hoofdgebouw. Er lag nog een reuzenbom. Kutzooi. Daar ben ik echt vet veel barbaren kwijt. Kom op. Maak zijn hoofdgebouw kapot. Net niet nog, maar gelukkig heb ik nog zat barbaren daarvoor. Maar ik moet ook nog vet veel procent halen. En ja, nu is zijn hoofdgebouw kapot. Oké, dan kunnen we nu hier gaan aanvallen. Moet ik eigenlijk eerst zorgen dat ik al zijn troepen dood maak. Voordat ik een beetje op zijn gebouwen kan gaan. Want die troepen zijn altijd zo irritant. Dan spammen we hier keihard troepen. Ik weet dat zijn reuzenbommen allebei kapot zijn. Dus we kunnen nu gewoon volop spammen. En dan hoop ik dat ik nog redelijk wat procent kan halen. Dat we in ieder geval in de buurt komen van de 50%. Die 50% gaat niet meer lukken. Maar we komen in ieder geval nog een beetje in de buurt. 40% 1 ster. Ja, is fucked up. Fucked up gewoon weer.
En ik weet gewoon zeker dat ik met de persmachine wel de 2 sterren had gehaald. Dat is echt zo balend. Maar dan gaan we dit waarschijnlijk weer verliezen. Ja, inderdaad, we hebben dit verloren. Oké, dit is echt fucked up. Oké, ik ga nog 1 keer aanvallen, Lina. Daarna laat ik het er ook bij. En dan is het gewoon dikke balen. Dan ga ik gewoon een keer in mijn vrije tijd weer zorgen dat ik een keer ga winnen. Dit is echt zo fucked up. Ja, dit is gewoon weer een goede beest. Weet je wat? Ik ga gewoon met babydraken aanvallen. Probeer ik weer zoveel mogelijk procent te halen. En dan hoop ik dat het een beetje goed gaat. We zullen zien. En dan gewoon hopen dat mijn tegenstander maar 1 ster weet te halen. En dan is de kans wel redelijk groot dat ik ga winnen. Maar het is gewoon weer een gok. En dat is gewoon het probleem. Hier even. Waar zou ik nog een babydraak neerzetten? Hier is die dood. Zet ik er daar nog weer eentje neer? Waar zou ik nog meer eentje neerzetten? Ik kan hier nog even 1 neerzetten om die Tesla neer te halen. Zet ik hier nog eentje neer. Ah shit, daar was er nog 1. Dat is een beetje dom van mij. Die had ik een beetje over het hoofd gezien. Waar kan ik er nog eentje neerzetten? Ik heb momenteel 53%. Nog niet heel veel. Ik zet hier nog wel eentje neer. Dan kan ik daar ook nog neerhalen. Dan heb ik in ieder geval 60%. En dat is waarschijnlijk wel meer dan dat ik had gehaald als ik met barbaren ging aanvallen. Want dan had ik waarschijnlijk met barbaren wel zijn hoofdgebouw neer kunnen krijgen. Maar niet de 50%. En dan kan je beter 61% hebben en 1 ster. Dan 40% en 1 ster natuurlijk. Maar gaan we winnen. Het zou nice zijn als we deze video in ieder geval af kunnen sluiten met een overwinning. Dit ziet er tot nu toe wel redelijk goed uit. Want hij heeft niet heel veel troepen meer. Hij haalt mijn hoofdgebouw wel neer. Maar hij moet nog best wel wat gebouwen neerkrijgen voor de 2 sterren. En dan zou ik misschien nog kunnen winnen. Oké, die kanonnenkar is daar kapot. Dat is chill. En die daar ook. Oké, nice. Dit heb ik gewonnen. Die lekker hoor. Eindelijk weer een keertje gewonnen aan het eind van de video. Dit is echt zo frustrerend. Maar je wil natuurlijk wel je dagelijkse buiten halen. Ook al ben je aan het upgraden. Maar de gevechtsmachine, dat is echt gewoon fucked up gewoon. Het is echt heel erg fucked up. Maar aan het begin wou ik laten zien dat je ook wel kon aanvallen zonder gevechtsmachine. Nou, dat is absoluut niet geslaagd. Ik ben echt... Ja, ik heb echt gewoon vaak verloren. Dus doe dit niet na zoals ik het heb gedaan. Maar ja, je hebt ook niet heel veel andere keuze. Je wil natuurlijk wel aanvallen. En dan ben je gewoon flink in het nadeel als je gevechtsmachine aan het upgraden bent. Maar ik wil jullie in ieder geval wel allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk tot slot, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Yeah!